Waldo's Worldwide Travel is winnaar geworden van de Most Outstanding Sales Agent Martha Ruitenberg Award 2016. De bekendmaking werd gisteren gedaan tijdens de Suriname Airways Reisagenten Award. Die werd gehouden in het courtyard bij Marriott Hotel. De SLM heeft reisorganisaties gehuldigd die de afgelopen jaren een goede bijdrage hebben geleverd in onder andere sales en service. Hoewel de avond een feestelijk karakter had, werd er ook stilgestaan bij zorgwekkende zaken. Het gaat niet denderend met de luchtvaart, zei SLM-directeur Robbie Lachmisien. Hij gaf aan dat vanwege de huidige economische situatie de luchtvaart moeilijke tijden doormaakt. Mensen kopen namelijk minder tickets. Twee, we hebben gezien bij Insel Air wat er daar gebeurt. Het zijn ook moeilijke tijden. En ik denk dat de agenten het beter zullen weten dan ons. Wij hebben af en toe gewaarschuwd over de lage tarieven en dergelijke. Maar je ziet wat het gevolg is. De luchtvaart is een dure grappenmakerij, noem ik dat. En als je luchtvaart wil bedrijven, moet je echt een beetje geld hebben. Ieder onderdeel. Meneer Sandy zit hier. Ieder onderdeel dat vervangen moet worden, kost geld. En niet een klein beetje geld. In de luchtvaart praten we, als ik soms aan mensen zeg van, we moeten 50.000 voor iets betalen, dan zitten ze zo te kijken van, oh Jezus, 50.000 is veel geld. Lachmisien zegt dat het Nationaal Luchtvaartbedrijf veel geld besteedt aan onder meer onderhoud, opleidingen en veiligheid. Voor de SLM is het steeds passen en meten om het hoofd boven water te houden en om de veiligheid te garanderen. SLM wordt 55 jaar jong. Waarom ik zeg jong? Toen ik 55 was, boy, hajaka, weet je wat ik deed? Dus niemand moet me zeggen 55 jaar oud, toch? 55 jaar ben je zo'n beetje in de bloei van je leven, maar is goed. Nee, we hebben het staande kunnen houden 55 jaar lang. Ik heb het vaker gezegd en je zal het vaker horen zeggen het komend jaar. We moeten er trots op zijn dat we als SLM 55 jaar hebben volgehouden. Zoek hier ergens in de regio wie het 55 jaar heeft volgehouden. Ik denk niet dat er veel zijn. En ook in Noord-Amerika niet. Als er in totaal 5 à 6 maatschappijen zijn die 55 jaar hebben volgehouden, dan zijn het er veel. Dus die 55 jaar hebben we bewezen met vallen en opstaan, zoals de spreker van Astra heeft gezegd. Moeilijke tijden gehad, turbulente tijden, maar SLM is net een kurk. In storm, als je een kurk hebt in stormwater, dan zie je die kurk niet. Dan denk je, hij is verdronken, hij is weg, hij is voetzie. Maar wat blijkt, als het is stil gaan liggen, dan zie je die kurk lekker drijven. En dat is de SLM. Robbie Lachmisien, directeur van Suriname Airways. Waldo's Worldwide Travel heeft gisteren de Most Outstanding Sales Agent Martha Ruitenberg Award 2016 in de wacht gesleept.